Jurgen Streppel. En zo blijft het bij 1-0 voor Go Ahead. Was het een onnodige nederlaag voor jullie? Ja, uiteindelijk denk ik wel. Ik denk dat wij meer hadden verdiend. Zonder daarbij goed te spelen hoor, want ik vond het vorige week veel beter. Ja, dit was niet het Willem II van de afgelopen weken? Nee, we waren slordig aan de bal, vond ik. Ja, Go Ahead had een moeilijke fase en we hadden afgesproken om druk te zetten. Die eerste helft hebben we gewoon niet gedaan. Op de manier zoals we graag willen. Ruimtes waren te groot tussen middenveld en spitsen. Ja, dat hebben we gewoon niet goed gedaan. En dan laat je Coët in het spel komen. En ja, daar was ik wel ontevreden over. En ook aan de bal denk ik dat we beter moeten. De rode kaart bijvoorbeeld is daar een voorbeeldje van. Die leiden we zelf in. Als je naar de verkeerde kleur speelt. Ja. En dat is jammer, want uiteindelijk denk ik dat je deze wedstrijd gewoon moet winnen. En, hebben we helaas nagelaten. Maar we hadden wel meer verdiend hoor. Want volgens mij hebben we een keer of 3-4 op de paal en lat geschoten. Dus kansen gekeerd. Dus. Het moet allemaal beter en zowel in balverlies als in balbezit zullen we top moeten zijn. De rode kaart, was dat het breekpunt van deze wedstrijd? Nee, ja, als het 10-10 of als het 10-11 was gebleven wel. Maar nu niet. Dat is een bizar moment denk ik. Dat je voor het stelen van een handdoek een gele kaart krijgt. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Stelen? Hij gaf hem netjes terug nog. Wat zeg je? Hij gaf hem netjes terug nog, dus het was lenen. Ja, heel goed. Een bizar moment. En dan krijg je een rode kaart. Wat geen rode kaart was, vond ik. Wel een gele, dus hij had sowieso afgemoeten. Daar ligt het niet aan. En als je dan daarna met 10-10 komt te spelen, dan waren wij de bovenliggende ploeg. Waren we fysiek beter. Ja, dan moeten we gewoon dit doelpunt uitdrukken. Ja, Tony, wel de drang zonder daarbij heel goed te spelen, waar je al eerder aan refereerde. Ja. Maar de fitheid, daar moet je tevreden over zijn. Ja, we hebben wel 2 blessures, dus dat baart me wel zorgen natuurlijk. Maar vandaar dat we Mitchell Dijks hebben aangetrokken en Frank van der Struik, dus die kunnen er volgens mij het moedeloos weer in. Op het moment dat die blessures erger blijken te zijn. Maar dat we fit zijn, dat klopt, ja. Wat neem je mee van zo'n avond? Nou, niet veel, hè. Volgens mij 0 punten. Dus, En een zuur gevoel, want gisteren zei je nog, jongens, we kunnen omhoog kijken bij winst. Voor de langere termijn misschien wel. Ja. En dit is weer een heel ander verhaal. Ja, nou moeten we met de billen bij elkaar zitten en dan gaan we degraderen, Job. Hè? Dat weet ik. Hè? Oh nee, zover wil ik niet gaan. Maar... Oh, dat dacht ik. Ik denk, nou ga je... Een beetje cynisch. Ik was vrij cynisch, ja. Vind ik af en toe wel leuk. Mag ook wel eens. Nee, maar luister, we hadden gewoon niet vandaag moeten winnen. Dan... Je had hier een stap kunnen zetten. Laten we daarop houden. Ja, en dat hebben we nagelaten en dat is zuur. Amen. Graag gedaan.